staan hier nu in Waterrijk, in Heemskerk. Maar er zijn die mensen die komen vanuit het stedenband Vronkie Beverwijk. Kunt u vertellen wat de bedoeling van dit alles is? Nou, NL Doet, dat is de landelijke vrijwilligersactie, zeg maar. En wij gaan vanuit Waterrijk, happen en stappen noemen we dat, gaan we met de mensen naar buiten. En hebben we natuurlijk hulp nodig van heel veel vrijwilligers. En daar willen we zoveel mogelijk mensen aan elkaar verbinden. Nou, vaak lopen mensen bijvoorbeeld van de gemeente lopen mee of van de Rotary Club. En nu, dit jaar, hebben we mensen te gast vanuit stedenband Vronkie Beverwijk. En die zijn hier een aantal dagen en dat zijn mantelzorgers uit Vronkie die hier een heel programma draaien. En NL Doet, het is natuurlijk ook mantelzorgers, vrijwilligers en vonden we leuk om dat daaraan te koppelen. Dus we hebben die mensen meegevraagd als vrijwilligers om mee te lopen met Waterrijk, het happen en stappen. Deze mensen uit Polen, zijn dat ook mensen die in de zorg zitten? Ja, dit zijn allemaal mensen die uit de zorg komen. Ook mensen die voor familieleden zorgen, maar ook mensen die werken in de zorg. En die komen hier om hier ook informatie op te doen. Want het is best wel een heel groot verschil hoe wij in Nederland omgaan met de zorg en hoe zij omgaan in Polen met de zorg. En zo kunnen we ook van elkaar leren. My name is Eliza Burawska and I'm working as a coordinator of the project with the elderly people in Poland in Vronkie. And this is Karolina Bloch. Hello, my name is Karolina and I work in Femina Project Foundation and I'm a president of this foundation. We are here because our towns have been in the connection, like Vronkie and Beverwijk, and we are here to meet people that they are working with the similar environment as we do, and we want to learn as much as we can from the Holland. The Holland obviously is the best of looking after the elderly people and disabled people. Wat zij daar hebben, daar zorgen ze bijvoorbeeld heel erg nog voor de familie, terwijl dat hier weer ietsjes minder was en we steeds meer met onze participatiemaatschappij mee bezig zijn om dat juist onder de mensen te brengen en weer voor elkaar te zorgen. Ik ben de nieuwe voorzitter van Stichting Stedenband Beverwijk Vronkie. Nou, dat is een vriendschapsband die wij al een hele tijd hebben met Polen. Om precies te zijn, Vronkie, dat ligt vlakbij Poznan. We hebben al 38 jaar een vriendschapsband en dat is eigenlijk ontstaan uit Help de Polen de winter door. Dat waren vroeger hulptransporten en er zijn heel veel spullen die kant op gegaan. Maar het leuke was, er kwamen kaartjes terug naar Beverwijk. En zo is er een connectie ontstaan tussen de Poolse stad Vronkie en Beverwijk. We hebben uitwisselingen van dansgroepen, cultureel en sociaal uitwisseling. We hebben afgelopen keer in Beverwijk, hebben we Beverwijk uit de kunst, hebben we een moderne dansgroep uitgenodigd uit Vronkie. Nou, natuurlijk, net als overal zijn wij natuurlijk ook altijd staan we te springen om vrijwilligers. Vooral vrijwilligers ook voor het wandelen. Dat doen wij hier in Waterrijk altijd op donderdag. Ik sta er ook een beetje vanuit Sint Agnes. Dat doen ze het op dinsdagmorgen. En hier donderdagmiddag. Dus als er mensen zijn die daarbij willen helpen, dan heel graag. Is het ook mogelijk voor mensen uit Heemskerk om daaraan mee te doen? Jazeker. Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.